Yo, boys en girls, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag... Vandaag FIFA 21 op mijn twee accounts eigenlijk. Dus ja, en altijd in een account, maar ik tijd niet langs op te doen. En wel de main account, dus allebei de accounts. We zitten dus in FIFA 21. En nu zit ik op mijn tweede account, op mijn altijd Dylan account, dus op mijn account waar ik zo alleen bij Team of the Season Lightning Rounds ga doen. Dus elke Team of the Season ga ik op deze altijd Dylan account Lightning Rounds doen. En ja, dat is mijn Nederlands account. Waarom? Waarom doe ik dat, mijn Nederlandse account? Omdat ik, ja. Ik krijg er meldingen, dus ja. Maar waarom ga ik dus Lightning Round doen? Om meer content te creëren op mijn eigen kanaal. En dus ook wel streams op mijn Hollandse account. Met mijn capture card en dit en dat en deze en geen. Dus, ja. We gaan van deze account, waar we nu op zitten. Mijn altijd deel account, mijn knokig winst account. Denk je dat het is? Gaan we eens kijken. Allee, gaan we mijn lightning round doen. Dus het is een Roto Elite account. We hebben 600 munten op de bank. Dan gaan we de selectie zien. Het is natuurlijk nog een standaard selectie. Natuurlijk, ik heb dat straks... Ik heb dat nog niet gemaakt eigenlijk, maar ik had daar al ooit eens op gespeeld, maar ja. Het is een compleet Engels team. Natuurlijk Arteaga, dan Genk. En ja. Terwijl ik hier stond als leenspeler heb, en ik ga zien, ik heb dat straks pakketjes ontvangen. Natuurlijk. Had ik al opgenomen deze video, maar niet goed gedaan. Heb ik Maradona, Saul, Correa, tegen en Gerson Rodriguez, die nu in dit team of the week zit. Altijd als ze. En ja. Dat is dit team op mijn main account. Op mijn Rocket Queens account. En nu voor mijn main account gaan we terug in de FIFA's duiken en. Ja, dus mijn main account is eigenlijk mijn duurste account. Mijn duurste team eigenlijk dat ik ooit al gehad heb in FIFA. Team of the Year is niet mee. Allee, Team of the Year leenspelers in FIFA 19 niet meegerekend. Eigenlijk is dit dan mijn duurste team. Tot nu toe. Dus we zijn aan het verbinding maken met de EA servers. Ja, sorry, ik heb net gegeten. Maar ik heb dus net, ik maak dus verbinding met de EA-servers en jullie zien het al, altijd delen SC. Waarom? Eerst had ik daar Road to Elite, maar ja, RTG eigenlijk gedaan, Road to Glory. Dat het eigenlijk geen account is waarmee ik FIFA-punten kan kopen. Road to Glory account, dat eigenlijk. Waarom? Ik ben zo stom geweest om deze account in België te zetten. Oké. Op deze account zien jullie ook wel dat ik veel verder ben. Ik zit daar aan 30 dagen 6 uur en zo en 5 en al in level 8. Een paar dagen dus. Jullie zien hier mijn huidige team. Op de doelman is het Henderson, dat ik untradable gepakt heb. Daar zien jullie Maguire. Die daar eigenlijk al 8 wedstrijden voor mij gespeeld heeft en die echt heeft teleurgesteld. Matip die al 26 wedstrijden gespeeld heeft en ook echt teleurgesteld heeft. Dan Joe Gomez. Die heb ik daar straks gekocht en nog geen wedstrijden gespeeld voor mij. Dus ja, had ik ook in die andere video gekocht. Ja. Qua geluid en zo was dat echt slecht. Alleen die mic nam niet op. Microfoon nam niet op. Dan hebben we die Future Star Fofana.
43 wedstrijden gespeeld. Eerst team. Berg 7 minder als Kanté. Van die Adama Traoré. 40 wedstrijden gespeeld. 19 gescoord doelpunt. 24 assists. En 1 gele kaart maar. Dan hebben we hier N'Golo Kanté. 50 wedstrijden. 10 doelpunten. En 20 assists. En ook 1 gele kaart. Domme gele kaart. En hier hebben we Sissoko. 50 wedstrijden voor ons team. 15 doelpunten. 44 goal. 44 assists. Ja. Dan hebben we hier Heung Min Son. Ook een tradable gepakt uit een paar upgrades zoals in de vorige video. 29 wedstrijden gespeeld voor mijn team. 39 goals gemaakt. 11 assists. 1 gele kaart en 1 rode kaart. Dan Rodrigo Moreno. 47 wedstrijden gespeeld voor mijn club. 84 goals. 38 assists. En dan komen we naar de GOAT. Bamford. 10 wedstrijden en 12 goals. En 4 assists. Maar eigenlijk hebben we nog een andere GOAT ook. Andere greatest of all time. En zijn naam is Alexander Lacazette. 50 goals op 31 wedstrijden. 21 assists. Ja. Dan hier ja, hebben we nog een goal. 39 wedstrijden zijn 20 doelpunten voor zijn maximaal. En hier hebben we ook een goal. Maar ja, eigenlijk hebben we alleen maar goals. Dan hier een onraar. Nou, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is altijd Dylan. Volgende video ben ik je boy altijd en see you.